vol onbegrip, vol verdriet, bezorgdheid. Ik zeg, dat kan niet gebeuren in onze mooie stad Arnhem. Wordt de Koran verbrand? Dat kan niet. Het kan niet waar zijn dat Arnhem de eerste locatie is, überhaupt in Nederland, waar een Koran wordt verbrand. Dat kan echt niet. Ik begrijp het verdriet van de moslimgemeenschap op het moment dat er een heilig boek wordt verbrand. Ik begrijp dat heel goed. Ik begrijp de emotie ook. Ik heb mijn demonstratie 21 december aangemeld. Dus de gemeente heeft tijd genoeg gehad om van alles te regelen. Ja, dan laat ik me niet naar een ander plekje sturen. Elke keer wanneer je demonstraties of iets aanmeldt tegen de islam, dan wordt er gelijk gedreigd. Hè? Escalatie hier, escalatie daar. Dat hebben we toch bij andere demonstraties niet. In andere steden, Eindhoven, Apeldoorn, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, hebben burgemeesters eerder bij voorbaat al zulke demonstraties met koranverbrandingen en verscheuringen verboden. De burgemeester heeft natuurlijk ook zijn taak om te kijken van wat brengt het in mijn stad. Ja, en dit brengt heel veel bezorgdheid, onrust, ook angst binnen de moslimgemeenschap. We drijven elkaar hierdoor, denk alleen maar uit elkaar. We willen best met meneer Van Pegida ook in gesprek gaan. Laat hem maar met ons. En we willen als islamitische organisaties met hem om tafel. Wat drijft u nu om de Koran te verbranden? Dus u gaat het gewoon doen, die Koran verbranden? Ja, we doen het al steeds. Ja, we doen het steeds. En we zullen er ook mee blijven doorgaan. En dat mensen daardoor gekwetst zijn? Ja, ik ben ook steeds gekwetst. We hebben constant met geweld te maken. Ik word constant bedreigd. Fatwa aan mijn broek. Iedereen heeft het gezien. Politieagenten worden met ijzeren staven bejegend en met stenen. Het is constant wanneer je tegen deze groep demonstreert. Of je nu een Koran verbrandt of gewoon voor een moskee gaat staan en demonstreren. Je hebt altijd een probleem. Er wordt altijd gedreigd. Het loopt uit de hand. Moet ik mijn vrijheid van meningsuiting steeds meer beperken? Ja, steeds meer beperken, omdat dit soort mensen dreigen met geweld. Is dat normaal? Ik vind het niet normaal. Wanneer je het niet met elkaar eens bent, dan discussieer je erover. Dat is al sinds jaren niet meer mogelijk. Burgemeester Marcouch probeert de mensen van het plein te laten vertrekken. Een aantal van hen krijgt in de gaten dat Pegida-voorman Wagensveld al in de buurt is. Ik ren niet. Wij snappen dat dit hele gevoelige onderwerpen zijn. Wij willen geen geweld gebruiken, maar ik herhaal nu de vordering. U dient zich te verwijderen van het Jansplein. Als u geen gevolg heeft, dan zal geweld worden. Aan herhaald bevel van de politie om te vertrekken wordt door velen geen gehoor gegeven. Ik zou jullie willen vragen, alsjeblieft, laat het niet escaleren. Dat is Arnhem niet waard, dat willen wij niet in Arnhem. Er is geen argument nu. Nu terug naar de plek. Anders escaleert het. ME is uitgestapt. En ik snap jullie volledig, hè? Wij snappen jullie volledig. Ik snap jullie ook, echt serieus. Als zij die wapenstok zo meteen niet opdraagt. Als zij die wapenstok gebruikt, dan moet je ons niet verslaan. Wanneer de Pegida-voorman plots uit een ME-busje opduikt en tot twee keer toe probeert de Koran in brand te steken, escaleert de situatie volledig.
het is heel triest dat er vanuit die antidemonstranten geweld is gebruikt, ook tegen de politie. Er zijn agenten gewond geraakt, er zijn aanhoudingen verricht en er zullen ook meer aanhoudingen worden verricht voor het gooien van vuurwerk en het gooien van stenen en terrasmeubilair naar politieagenten. Ik ben heel erg verdrietig om het geweld dat gebruikt is, om het feit dat mensen de aanwijzingen van de politie niet opvolgen. En dat deze escalatie op deze manier heeft plaatsgevonden. In een democratie werkt het zo dat we allemaal grondrechten hebben, dus ook godsdienstvrijheid. Maar we hebben ook het recht om een mening en een opvatting te hebben. En zolang dat binnen de kaders van de wet, en daar zien wij ook op toe, gebeurt, moeten we elkaar ook de ruimte geven om die uitingen te doen. Hoe walgelijk ook die andere mening ook is. Maar geweld, intimidatie en anderen onder druk zetten om hun mening niet te mogen uiten, dat is uit een boze. En daar hebben we met de politiemensen met heel veel geduld vandaag toch ook onze inzet voor willen doen.